Goedendag, mijn naam is Patrick van Beek, productverantwoordelijke van de luchtwaterwarmtepompen Alterma bij Daikin Benelux. We staan hier voor een splinternieuw toestel dat gepresenteerd wordt gedurende onze Heating Days in oktober. En dit is wat we noemen een warmtepomp boiler. Het is een ideale gelegenheid om bijvoorbeeld een sanitair warmwatersysteem in huis te hebben gecombineerd met een lucht-luchtwarmtepomp die niet in staat is om sanitair warmwater aan te maken. Hoe werkt dit toestel? Dit is een stand-alone toestel dat je integraal, zoals het hier staat, in de garage of in de kelder kan monteren. Het principe is een warmtepompprincipe, dus we gaan lucht uit de ruimte aanzuigen. We gaan warmte uit die lucht halen. Die lucht gaat ongeveer 3 graden Celsius kouder uit het toestel komen. Zodanig gaan we die warmte gaan stockeren in dit vat. Dat is een inoxe vat van 200 of 260 liter, waardoor we een sanitaire warmwatertank kunnen gaan hebben met watertemperatuur gaande tot 60 graden Celsius. Er zijn een aantal kleinigheden aan elementen ingebouwd om een comfortvoorziening te gaan bevestigen en ook een minverbruik te gaan hebben ten opzichte van andere systemen. Dit systeem heeft een 60% minder CO2-uitstoot dan een direct elektrische boiler, dus voor al die mensen die iets groener willen zijn, is dit een ideale oplossing. Dank u.